zeggen dat ik tegen moslim ben. Terwijl dat Yassira Marwan moslim is, mijn neef. Yo! YouTube Acer hier. Soraya, Kenji, Keandro, Giovanni, Giovanna, Chelsea, Kimberly. Iedereen van ons kent wel iemand met zo'n naam waarover dat je een of ander fucked up verhaal kan vertellen. Vanaf je die naam krijgt, ben je in a way destined om iets fucked up te doen. Vandaag kunnen we nog een naam bij dat lijstje zetten. En het is Kitana. Heerlijk. Klinkt super hot. Kitana komt uit West-Vlaanderen. Daarom ben ik de geschikte persoon om tolk te spelen. Te vertalen wat ze allemaal zegt. Over heel veel mensen gaat dit echt heel onduidelijk zijn. Het is niet het allerbelangrijkste, want deze chick is 13. Dat is het meest interessante van heel dit verhaal, want ze is 13. Dit is het verhaal van Kitana Vergoten. Kitana is de laatste dagen een beetje viral aan het gaan op het internet en dan eigenlijk vooral in België. Ze heeft beef en ze heeft een reactievideo gemaakt die op dit moment 333k views heeft. Deze ochtend had hij nog maar 250. Het is hot shit. Bro, dit. Bro, ik wil even iets zeggen. Ik weet niet wat je probleem is, meisje, maar... Ja, dus ten eerste... Bro, ik wil even iets aan. Het klinkt een beetje als mij. Het is ook West-Vlaanderen. Dit ben ik, moest ik een meisje zijn. Ik zit te twijfelen. Dus ik zit te twijfelen tussen... Oostende. Dit kan wel gewoon Oostende zijn. Of meer naar beneden. Zo meer naar Kortrijk, Roeselare. Ik weet het niet. Diksmuiden, misschien Ieper. Ik weet niet wat je probleem is, meisje, maar... Je zegt het probleem in thuis zit. Oh. Oké, het toetje Marokkaans. Hoor je dat? Zo dat buitenlandse, dat wannabe buitenlandse accent. Oh, je denkt je bent stoer of zo. Maar dit gaat recht naar de politie. Precies dat ik meen. No. Jij denkt jij bent stoer of zo. Dit gaat allemaal rechtstreeks naar de politie. Ze spreekt duidelijke taal. Er is iets gebeurd, er is een miscommunicatie gebeurd op het internet. En nu gaan ze met deze beelden rechtstreeks naar de politie. Wat is er dan gebeurd? Wat zijn de beelden? Wat is die evidence? We willen het weten, man. Ik ben geïnteresseerd. Maar dit gaat recht naar de politie. Precies dat ik mijn hond mishandeld. Is dat waar? Nee. Wat is de betekenis van de V-face-tat op haar gezicht? We weten allemaal dat een traan onder je oog staat voor een kill. Iemand die je hebt vermoord. Maar een V... Waarvoor zou dat staan? Er zijn nog veel mysteries, man. Ik heb ook een V op mijn hoofd. Maar geen FaceTime. Ze is ook tegen haarzelf aan het praten. Want ze stelt de vraag aan iemand. Ze krijgt geen reactie. En ze doet alsof dat die beantwoord is. Je hond mishandeld. Is dat waar? Nee. Er is daar niemand. Ze is alleen in haar kamer. De puzzelstukjes beginnen samen te komen. En ik begin een idee te krijgen van waar het verkeerd is met Kitana. Meisje, ga je bek houden. Je denkt dit, dat. Bro, je bent niks. Oef. Dus hoi mons. Oef. Ik heb je niks gevraagd. Ai. Ik weet niet wat je probleem is, maar ga niet op de YouTube of Toep alles gaan zetten. Dit gaat nu naar de politie. Ik heb alles gefilmd en ik ga nu naar de politie. Dit is Kitana. Wajo. Insane. Ze zou haar hond geslaan hebben. Dat is het enige wat ik kan concluderen uit deze video. Waarschijnlijk is ze geëxposed op YouTube omdat ze haar hond geslaan heeft. Dit gaat gewoon naar de politie. Dit is erover. Meisje, jij gaat nu je back houden. Ze zag niet YouTube. Ze zag niet YouTube. Ze zag Toep. De YouTube of Toep. Beter hou je mond. Dit is niet geacteerd. Veel mensen doen alsof ze marginaal zijn. Alsof ze van de rand van de samenleving zijn. Dit is echt. En ik heb het al in zoveel video's gezegd. Dit is waarvan ik hou. Die echtheid. Die echte pure marginaliteit. Dit is haar pa. Hier is haar pa. Oké. Hey Kitana, je pa vraagt om te stoppen en je pa vraagt ook om te werken aan je posture. Ze staat er alsof dat ze fucking Quasimodo is. Zo. Geslaan worden door je dochter is één ding. Maar als je geslaan wordt door je dochter die de Quasimodo posture doet, zo. Haar rug is rond, hè. Het is de bedoeling dat die recht is. Nee, ze staat gewoon zo. Haar pa te slaan. Weten jullie mijn video's nog over probleemwijken in Nederland? Deze kan hier perfect bij. Ik heb gewoon mijn eerste familie gevonden dat ik wil gaan filmen. Oh, ik was nu bijna onverliefd. Dit is toch super nice? Je kan in die bilsplit checken. Je kan je creditcard swipen op haar. Wat is dit? What the fuck? Nadat ze bij haar pa is geweest, gaan ze dus ook even naar haar broer. Oké. Dit is de vibe, hè.
Dit is 100. Wow, kan iemand misconnecten, man? Dat ik daar een soort van documentaire kan gaan schieten in dit huis, want dit is wel super interessant. Ja, ja, ik zou niet kunnen zeggen van hij is 13 en ze staat hier een sigaret te roken alsof dat ze een volwassen vrouw van 60 is in haar keuken. Omdat het echt zo is. Like, check die manier van trekken aan een sigaret. En check die posture. Er is niet goed, man. Haar vroegtijdige rugklachten krijgen, man. Haar nek staat niet op haar rug, hè. Die hangt er gewoon schuin van. Kijk, dit is zo een goed zijaanzicht van hoe dat je zou moeten staan. Ja, gewoon recht. Met je schouders, een mooie lijn, je. Dit is niet recht. Haar hoofd is hier. En haar lichaam is hier. Dit. Wat ze hier vast heeft is een sigaret. Ik weet het, het is niet super hot gelukt, maar... Dit is een livestream, hè. Doe normaal, ik zweer het, joh, hè. Waarom praat ze zo buitenlands? Waarom doet ze alsof dat ze Marokkaans is of zo? Hè? Zeggen dat ik tegen moslim ben. Terwijl dat Yassira Marwan moslim is, mijn neef. Holy shit. Ik ben al zo lang op zoek naar deze content. Jullie weten niet hoe dat voelt voor mij om de dag voor mijn verjaardag eindelijk zo'n inkijk te krijgen in een familie als dit. Hey, maar haar neef is moslim, man. Ze is niet racistisch. Haar neef is moslim. Dat Yassira Marwan moslim is, meneer. What the fuck? Tegen wie is ze weer aan het praten? Het is weer hetzelfde als haar reactievideo op de expose. Ze is hier tegen iemand aan het praten die er niet is. Staat hier iemand? Ik denk het niet, man. Terwijl dat Yassira Marwan moslim is, meneer. Tegen wie zag je dit? Ik kan ook niet lief, man. Nee. Hij is 13 jaar, hij moet er niet op hebben. Ze is 13. Makelo als prima. 13 jaar, man. Dit is het probleem wijken in België. Het zou zo'n gemiste kans zijn als we niet een serieuze documentaire gaan maken over haar. Er is... Oh, ik ben doodserieus. Als iemand mij in contact kan brengen met haar, ik ga op een respectvolle manier een documentaire maken over haar leven. Dit is goated shit, man. Jammer genoeg zie ik dat ze een TikTok heeft gemaakt waar dat ze zegt dat ze gaat stoppen. Why did you make Eén fucking seconde waarin ze gewoon even laat weten, TikTok gaat nu weg, bye. Wat dus volgens mij betekent dat ze ermee stopt. Doordat Yassira maar... Nu wat je probleem is, ik denk dit. Dit is goede fucking content, man. Wat dan? Ja, kijk, al deze video's vind ik altijd heel fucked up, waar dat ze haar hond duwt en shit. Dit is gewoon fucked up. Wat dan? Dit is gewoon heel marginaal. Maar ook is dit perfect voor probleemwijken. Dit is probleemwijken. Dit is het marginaalste you can get. Bedankt om te kijken naar deze video. Morgen is het mijn verjaardag. All the love. All the fucking power, man. Jojo! Hey, check the bomb.